We gaan hier een WordPress-installatie uitvoeren. En deze WordPress-installatie vindt nu plaats op deze computer zelf. En daarvoor is een fantastisch mooi programma MAMP. Het is zelfs gratis. MAMP Pro is natuurlijk nog fantastischer. Maar als we MAMP draaien, dan kunnen we deze openen. We zien hier dat MAMP met de groene lichtjes aangeeft dat de servers gestart zijn. En hij gaat automatisch de startpagina openen. En die startpagina, daar komen we straks nog wel eventjes op terug. We hebben hier een hostnaam en een username en een password. En dat zijn natuurlijk nu op dit moment namen die op mijn eigen computer wel kunnen. Maar als het online gaat, moet je natuurlijk wat iets betere namen daarvoor gaan bedenken. We gaan naar de website van WordPress Nederland. Dus we pakken hier nog eventjes een... We zoeken hier eventjes nl.wordpress, WordPress Nederland. En we gaan daar een WordPress pakket downloaden. We kunnen hem hier downloaden en ik kies voor hem op te slaan. En ik zet hem daarvoor in de map htdocs in MAMP. Wat is namelijk het geval? Als je MAMP dus installeert, dan zit hij in de programmamap. Dat is eigenlijk het enige nadeel van deze MAMP. En als we die dan hebben gevonden, zit daar in de map htdocs. Daar zitten dus al je PHP en WordPress databases in. En daar ga ik hem ook in downloaden. Ik kies hem voor bewaar. We gaan naar de map toe. Dus we kiezen hier de programmamap. We gaan naar MAMP. We zoeken htdocs op. En daar is hij gedownload. Oké. Deze download gaan we dan vervolgens uitpakken. En dan kan deze worden weggegooid. En ik verander de naam eventjes. Ik noem het eventjes... WordPress 2013 als demonstratie voor dit jaar. Goed, daar zitten een heleboel mappen in. Realiseer je dat wel. En meestal moet dus ook de way WordPress config bestand worden aangemaakt. Maar we kunnen dat nu doen via WordPress zelf. Oké, daar zit hij dus in. We gaan weer terug naar de startpagina van dat bij dank hier WordPress Nederland. We gaan naar de startpagina opnieuw. En we gaan daar even een database aanmaken. En dat gaat met PHP MyAdmin. Dat is een programma wat dus meegegeven wordt met MAMP. We zitten daar mooi zo in. En we kunnen hier dus een nieuwe database aanmaken. Bijvoorbeeld... WordPress 2013. Oké, die database gaan we aanmaken. Die is dan klaar. En we gaan weer terug naar de startpagina. En we zien hier dus die passwords en de hostnamen enzovoorts staan. We gaan nu de zaak automatisch laten lopen via WordPress. We geven deze... We gaan naar die localhost rootpagina en we zien hier dus de verschillende mappen staan. Hier is WordPress 2013 op dit moment. Die is net aangemaakt. We zien ook al andere projecten. We gaan deze eventjes openen. En dan constateert het programma dat wp-config niet bestaat. Die zou met de hand kunnen worden aangemaakt, maar wij gaan dat nu automatisch doen. We gaan het bestand aanmaken. En we zorgen dat we deze gegevens bij de hand hebben. Tabel prefix mag je gewoon laten staan. We gaan het proberen. Dus de Word database naam is WordPress 2013 in dit geval. De gebruikersnaam in de database is root. Het wachtwoord is in dit geval ook root. Database host is local host. Hè. Dat kan je allemaal zien op die pagina. En de prefix laten we netjes staan. We kiezen voor vastleggen. En dan gaan we de installatie doen. Ik word hier een goede vriend genoemd. En we kunnen een titel doen.
Bijvoorbeeld blog van Theo. De gebruikersnaam is admin, die kan je ook aanpassen. Je kan daar dus een eigen wachtwoord voor deze zaak aan geven. Dus ik doe hier eventjes als naam Theo met een hoofdletter. Zo. Het wordt misschien een onderkast, het zou zomaar kunnen worden, het kunnen zomaar kunnen zijn. Het wachtwoord is bijvoorbeeld in dit geval, dat moeten we wel onthouden om straks weer in te loggen, WP2013. En dat moeten we nog een tweede keer doen. WP2013. Het is zwak, maar we gaan hem voorlopig even gebruiken. We gaan een e-mailadres invoeren, dus prettig als er dus mensen reageren op jouw mail. t.denblanken@maar-web.nl. Zoekmachines toestaan en we kunnen dus WordPress zo installeren. Het is gelukt en we kunnen dus nu inloggen. Dus we gaan hier zo inloggen en ik kies als gebruikersnaam dus Theo. Dat is niet het gebruikersnaam van Andy. En het wachtwoord is dus WP2013. En dan maar inloggen. En we zijn nu al in het onderdeel waarbij we van alles kunnen instellen van WordPress. We hebben hier dus één WordPress welkom. We kunnen berichten plaatsen, we kunnen van alles gaan doen, dat zien we in de volgende video's. En we kunnen ook natuurlijk kijken naar hoe die webpagina eruit ziet. Tot nu toe hebben we dan dus een blog van Theo. Dit is wat er nu op dit moment staat. En onze WordPress account is dus aangemaakt.